Yes, yes, voor een YouTube sterretje. Ik heb het nog nooit gedaan, ik zeg het je. Ik volg niemand, niemand. Hallo stralende gekke, niet arrogante YouTube ster. Ik ben iemand die niet zo ver heeft gekeken dan zijn neus lang. Vooral qua internet, anders was ik zelf al lang vlogger geweest, want ik ben een onvoorspelbaar beest. Een boek dat men graag leest. Ik heb jaren mensen in treinen en bussen vermaakt. Heb er nooit een cent voor gevraagd. Nu ik er zo over nadenk, moet de NS me nog veel betalen voor alle views en duimpjes die ik in real life heb weten te behalen. Maar even waarom ik je benader, ik ken je niet. Nu wel via roddelpraat met jou als tafeldame. Daar dacht ik al even aan je. En je viel blijkbaar op met je grappige kop. Voor een rollaar ben je best wel raar. Tussen neus en lippen door zeg je het maar. Dan ligt de kaarten maar open op tafel en is je werk gedaan. In principe zonder dat ik denk van wat een geniepige roddeltante. Zie dat bij roddelshows altijd, maar je bent op een of andere manier toch een leuke charmante meid. En ik denk juist kom jij eens hier lekker dier. Het leven wordt volgens mij wel goed gevierd. Personal coaching, schrok je van tevoren af. Maar je was je bewust van al je vooroordelen. Dat is tegenwoordig heel wat. En was bereid ze opzij te zetten. Ik dacht dat is een schat en ik moet op jacht. Niks voorbereid, spontaan, het ging allemaal natuurlijk. Waarschijnlijk ben je wel avontuurlijk. Maar beetje sushi, rollen, samen gewoon een drama. En dat is ook gewoon kut als date. En niet dat ik er geen reet van weet. Mijn laatste date was gewoon met iemand waar ik al vertrouwd mee was. We hebben gewoon gegeten, gezopen en tevreden. Maar dat is alweer een maand of vier geleden. Mijn vriendin is nu anderhalf jaar geleden overleden. Maar ben er nu wel overheen. Maar ga net als jij op een of andere manier relaties uit de weg. En dat zoek ik ook nooit. Te veel verdriet gehad of zo. Vorige keren, trouwens, je weet, ik kan wel zoeken. Maar juist dan ga je het niet vinden. Ik heb een paar keer op Badoe gezeten. Maar er zitten veel mensen met meerdere persoonlijkheden. En die zijn ook nog gespleten. Die weinig van zichzelf laat staan, wat mij hebben begrepen.